In het kort ga ik u mijn boek Praktische Wegwijs in Visziekten voorstellen. Het gaat over de ziekte bij de tropische siervissen, vijvervissen en ook een klein stukje over de ziekte bij de garnalen in ons aquarium. Het boek bevat een mooi aantal foto's, bijna 275 foto's over de meest belangrijke ziekte bij onze siervissen. Allemaal met een heel eenvoudige, praktische uitleg in het Nederlands. Ook voor diegenen die microscopie gebruiken, zijn er microscopische foto's bij ingesloten. Wat u een beetje wegwijs maakt als u de microscoop wilt gebruiken. En dit is allemaal uitgelegd in eenvoudige taal, waardoor je het ook gemakkelijk kan begrijpen. Het hoofdstuk begint... Het eerste hoofdstuk natuurlijk gaat over de oorzaken van visziekten, wat ik heel belangrijk vind, want dat kan u helpen in de toekomst om problemen te vermijden en ziektes te voorkomen. Er staat ook een diagnostische fotolijst in en eigenlijk over het gedrag van zieke vissen, bijvoorbeeld vissen met vinschade, met troebele huid, met gaten en putjes, met stipjes, pluisjes, etc. Een klein hoofdstukje over microscopisch onderzoek. De meest belangrijke visziekten. Virale infecties, schimmel, bacteriële, eencellige parasieten, meercellige parasieten zoals wormen. Een klein stukje over de ziekte bij garnalen. De medicijnen met advies voor gebruik. En die medicijnen zijn ingedeeld volgens gebruik bij schimmelinfecties, bij bacteriële infecties, bij parasitaire infecties. En ook uitleg wat je kan combineren als medicijnen en welke niet. Ook wat literatuur is aangeraden. En een register. Dus dit boekje zou u kunnen helpen om wat wegwijs te geraken in visziekten over de meest belangrijke problemen zoals witte stip, wat u eraan kan doen en hoe u het kan voorkomen. En dit boekje is te krijgen via basleer.com op onze website. En dat kunnen we rechtstreeks naar u opsturen als u het niet in de aquariumwinkel kan krijgen. Dankjewel, tot binnenkort.